Mijn vader zei altijd, een echte Van Dijk geeft nooit op. Heeft hij gelijk? Ja. Stel je voor dat je dat had gedaan. Ja, dan heb ik wel een probleem. Dus dit? Ik wil nog eventjes officieel voorstellen. Boksen. Chris Held. Benny Van Dijk. Ja. Hoe gaat het? Goed. Ik zag hier zijn een soort Walk of Fame. Ja! Met oude en nieuwe en een huidige tv-sterren. Ja. En jij hebt daar ook een plaquette, hè? Ja. En ik je hebt verhoudingsgewijs best lange duimen, vond ik. Duimen? Ja? Oh, op dat ding? Ja. Ah, daar heb ik vast iets heel onhandigs gedaan. Okay. Dat het er niet lekker in zat of zo. Oké. Een nieuw programma. Ja. Kun je daar kort iets over vertellen? Ja. Ik heb een oproep gedaan en mensen gevraagd om zichzelf een doel te stellen. Ja. Uiteindelijk is daar een enorme variatie van mensen en dingen uitgekomen. Ja. Die komen dan bij mij op de bank. Dan stel ik de vraag, oké, wat is jouw doel voor This Time Next Year? Daar komt een gesprekje uit. Ja. Vrij kort. Vervolgens zwaai ik die mensen uit. Loop ik van de ene kant, de ene deur, de This Time deur, ja, naar de andere deur, de Next Time. En tijdens die wandeling, op het korte loopje, moet zijn eigenlijk een we, jaar... Ja, verder. Ja, dat vond ik een beetje moeilijk te volgen, maar ik snap het wel daarna. Ja. Nou ja, dan ben je dus een jaar verder, ja, en die deur gaat open en dan zie je meteen het resultaat. Ja, dat vind ik lekker. Ja, dat is lekker en ik denk zeker vandaag de dag dat het... Ja, dat mensen dat gewoon mensen korte aandachtspannen ja, hebben. Ja, ik ben niet voorbereid. Oh? Ik laat die mensen gaan. Ik weet niks meer van die mensen. Oké. Hoe dat jaar vergaan is. Oké. Ik moest echt wel even slikken toen ik dacht, oké, ik weet helemaal niks van deze mensen. Ja. Ga ik dat goed doen? Ga ik de juiste vragen stellen? Ga ik niet blijven hangen in een emotie? Maar Wendy, je weet dat je het goed kan doen, want in totaal ben je 9 keer genomineerd voor beste televisievrouw van het jaar. Je hebt die prijs in totaal 4 keer gewonnen, 3 keer op rij. Dus er zit wel iets in je waarvan jij denkt, waardoor je gerustgesteld wordt van ik kan dit. En wat is dat dan? Probeer je bij jezelf te achterhalen waardoor ben ik nou gewoon, waarom gaat dit weer lukken? Voor senior, volgens mij 1,7 miljoen, tweede aflevering. Ja. Maar hoe komt dat dan? Als je, nou ja, stel jezelf nog die vraag. Ja, maar kijk, voor senior is gewoon, daar is dus echt goed over nagedacht. Ik ben zo fan van dat programma. Ik ben gewoon zo fan van The Voice. I've been there, hè. Ik bedoel, ik heb het allemaal meegemaakt. En nog zit ik huilend, klappend... Echt waar? Op de bank. 100% waar. 100% waar. Want ik denk soms van, had wel een onsje minder genoeg. Maar iedere emotie is gewoon authentiek. Daar? Ja. Ja, nou, daar sowieso. Maar ik ervaar het ook nog eens een keer thuis. Als ik het dan zelf nog een keer kijk. Wat doe je als je dat gevoel niet meer hebt? Als je thuis bent en denkt van, ik zie dit nu. En denk, ja, dat is oké. Ja, dat is dan niet goed. Is dat een keer gebeurd? Ja, dat is natuurlijk wel eens gebeurd bij programma's die niet goed genoeg waren. Dus je denkt, En goed genoeg, dan heb je het over kijkcijfers. Nou ja, nee, ook inhoudelijk. Als ik kijk naar Jans en Van Dijk. Ja. Dan zat daar heel veel potentie, denk ik. Want de filmpjes op locatie, wij hadden het superleuk. Ja. We hadden goede chemie. Ja. De filmpjes op locaties, de aanzoeken, was leuk. Maar ja, dan de next step. En dan is het in de studio en dan ga je spelletjes met elkaar doen. En dan denk je, nee, dit is het niet. Maar eigenlijk voel je het al op het moment zelf. Wat voel je dan? Nou ja, dat je in de studio staat en dat je, nou ja, dat je het zelf... Dat is het niet? Nee, gewoon net die magic niet. En spreek je het direct naar elkaar uit? Tuurlijk. Want jullie zijn professionals. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Daar maak je geen lul van. Nee, je gaat meteen denken, oké, kunnen we nog iets... Maar eigenlijk ben je er al, is dat al het format. En dan... Ja, ik weet niet of het dan nog te redden valt. Dan ga je allerlei andere spellen. Maar ik denk dat gewoon in het hele format was het dan net niet. Hoeveel teleurstellingen kun je aan? Hoeveel flops per jaar? Geef me eens een getal. Nou, je moet echt niet veel flops hebben. Nee. Dat is niet goed voor je. Nee.
Heb je dan nog steeds je denk van, fuck, als iets echt flopt, dat je denkt van, Tuurlijk. Hoe herpak je jezelf dan? Heb je dan weer een programma nodig wat wel goed scoort om te compenseren? Of heb je mensen om je heen die de juiste dingen zeggen? Nee, ik vind altijd belangrijk als je zelf weet dat je er alles aan gedaan hebt en aan de voorkant een goed programma hebt afgeleverd, dan op een gegeven moment is het out of your hands. Ook wanneer het geprogrammeerd wordt, hoe de kijker ernaar kijkt, je hebt dat eigenlijk niet in de hand. Nee. Dus dan is het ook makkelijker accepteren als het gewoon niet aanslaat. Dan denk je, ik vond het een goed programma, als ik er maar achter sta. Je zei, in het begin van het jaar, Oesje van Dijk had ik gewoon in deze tijd niet meer kunnen maken. Daar waren mensen over gevallen. Oesje vooral. Zo ja, Oesje natuurlijk, ja. Ja. Van Dijk kan nog steeds. Ja. Is tv maken leuker geworden met de jaren? Of denk je van, ik moet wel erg vaak om mijn tenen lopen? Nee, dat vind ik wel meevallen. Vind je meevallen? Ja, en ik vind het heel grappig om te zien dat al die YouTubers... Ja. Weet je wel, al die jonge gastjes... Ja, uiteindelijk willen zij toch ook... Uiteindelijk willen ze televisie maken. Denk je? Ja. Weet je niet. Denk het wel. Of doen ze in ieder geval wat wij ook al deden, snap je? Met verborgen camera, trucken en grappen en rollen, weet ik veel. Dat was gewoon bananensplit. Het zou ook zomaar kunnen dat je de laatste Mohikaner wordt, Wendy. En dat je ambacht uitsterft. Dat is zeker waar. Zou je zeggen dat je een bepaald talent hebt wat jij weer kunt kwijtraken? Of zeg je van, nou, bij nou is het gewoon echt een ambacht en dat kan ik niet zo snel kwijtraken? Ik denk dat mijn grootste talent oprechte interesse is in mensen. Mm-hmm. Het is gewoon echt. Ik weet nog dat ik over de rode deed met... dat is heel lang geleden. Dat is... Ik weet niet of jij dat überhaupt tuurlijk. Ooit... Ik ben 36. Oké. Ja, dat was... Kun je zeggen... Je deed ervoor al kleine dingetjes op tv, maar dit was wel echt doorbraak. Ja. Ja. Over de rode met Matthias Scholten. En... Ja, hij zei, dan moesten we als laatste onderdeel, gingen we woonwijken in. Mm-hmm. En dan belden we aan bij mensen en dan was het schopje stofzuigerzak door de woonkamer. En vindt toch 10 anderen die dat ook doen. En hij had er een bloedhekel aan om ten eerste in woonwijken te zijn. Om aan te bellen bij vreemde mensen. Ja, Ja, om in een vreemde huis binnen te lopen en jongen, hij werd helemaal gek. En dan zei hij echt tegen mij, keek hij mij aan en dan zei hij... Jij vindt mensen echt leuk, hè? Ja. Dat kon hij gewoon niet bij. En ik denk dat het eigenlijk is. Dat zijn... Maar hoe ben jij dan? Als mensen aan jouw vrienden of mensen die dichtbij je staan... als die een bepaalde ambitie uitspreken. En jij denkt van... Nou, dat wordt wel krap. Ben jij iemand die dan gewoon blind zegt van... Doe het, jaag je droom achterna? Of ben jij juist pragmatisch zodat je misschien ook wel geliefd een beetje kunt beschermen? Mensen in mijn omgeving? Ja. Ja, ja. Ja, nee, ja. Volgens mij moet je gewoon gaan. Ja? Ja. Mijn vader zei altijd, een echte Van Dijk geeft nooit op. Heeft hij gelijk? Ja. Voel je dat ook zo? Ja. Wat zijn dan, als je terugkijkt, dingen waar je van denkt, nou, dat is hier niet van toepassing? Nou, maar zij hebben mij ook de kans gegeven... Wie? Mijn ouders. Ja. Toen ik van school ging, had ik auditie gedaan op de theaterschool en dansacademie. Mm-hmm. Maar ik werd niet aangenomen omdat ik te weinig ervaring had. Nou, mijn wereld stortte echt in elkaar. Want ik dacht, je bent 20. Ik ging hier ervaring opdoen. Ja. Dat was de hele bedoeling van het verhaal. Ja. En... niet aangenomen. En toen hebben mijn ouders gezegd... Oké, je krijgt een jaar lang de tijd om bij Barry Stevens... die toen in Amsterdam een particuliere dansschool had... Mm-hmm. om lessen te nemen. Mm-hmm. Dat was een jaar ook. This time next year gaan we kijken of het erin zit om professionele danseres te worden. Als dat er niet in zit, ga je gewoon lekker een andere studie oppakken. Als het er wel in zit, dan laat maar zien. En toen ben ik als een debiel gaan trainen. En, in de club? In de club.
bij Barry. En toen kreeg ik een scholarship. Moest ik de balletschool schoonhouden. Want we konden de les ook niet betalen. Oh. We hadden geen geld. Ik moest de ene week op de markt werken om het geld te verdienen om de lessen te volgen. Mm. Maar toen zei Barry Stevens, ze heeft heel veel talent. Alleen de ene week is ze weg. Want dan staat ze bij jullie op de markt. Dus ja. Daar gaan niet werken. Dus ik geef haar een scholarship. Ja. Ze gaat bij mij schoonmaken. Ja. Dan gaan we aan de slag. Nou ja, en na een jaar had ik mijn eerste job. Is jouw... Voel je je... Is het als toen Erland wegging bij RTL? Voelde je je toen... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Niet veiliger of onveiliger, maar dacht je van... Nou, heb ik misschien nu minder credit of zoiets? Of werkt dat niet zo? Nou, niet dat ik zeg van je bent... Nee. Ik heb er nooit een bepaald gevoel bij gehad. Mm. Ik had natuurlijk al lang mijn sporen verdiend... Voordat hij überhaupt zijn positie innam bij 4. Ja. Toen had ik die 3 sterren al in mijn zak zitten. Maar ik moet je eerlijk zeggen, toen ik vandaag voor het eerst hier zijn kantoor binnenstapte, toen kreeg ik het echt kwaad. Toen dacht ik, Jezus. Ineens voelde ik een soort van... Ah, natuurlijk. Hij is er niet. Dat is wel echt heel gek. Maar ook... Omdat hij zo goed was. Mm-hmm. Dat is echt waar. Hij kon als geen ander. En dan spreek ik voor alle prestatoren. Dat weet ik zeker. De juiste mensen op de juiste plek neerzetten. Als Erland zei, dit kan jij. Dit is een programma voor jou. Dan wist je, oké. Dit gaat lukken. Dit is een programma van mij. Dit gaat lukken. Denk je dat het jullie bij elkaar gaat brengen? Dan ga je natuurlijk ja zeggen. Maar hoe? Nou ja, Erland is er nu niet. Er moet iemand zijn. Ja, je bedoelt hier bij RTL. Precies, ja. Wat dacht jij? Ja, nee, ik weet niet wat je bedoelt. Nee. Ik dacht op privévlak of nee. Hier bij RTL. Ja, ja bij RTL. Ik weet het niet. Wat ga je doen over een jaar? Nou, vooralsnog zit ik hier en hoop ik dat ik hier mag blijven. Ja. Oké. Want ik doe... Zoveel leuke dingen, weet je, en dat is best een behoorlijk groot pakket. Moordvrouw, Wie ben ik, ho. Alle voices. Moordvrouw? Oh. Dat heb ik even gemist. Nieuw seizoen? Ja, is er niet. Nee? Nee. Maar waarom reken je dat nog bij een pakket? Nou... Komt dat nog misschien? Nou, ik heb het niet afgeschreven. Wanneer beginnen jullie met draaien? Nee, nog niet. Nou ja. We weten het echt niet. Dat is gek. Ja, is hoe wel kan gek. Dat nou? Je hebt al 7 seizoenen succesvol gedraaid en dan weet je het niet. Nee. Daar word je toch gek van? Nee. Het is ook wel even rustig. Moordvrouw was al heel intensief. Ja. Het was, voor mij was het een beetje, naast alle programma's die ik deed, had je ook nog Moordvrouw. Mm. Dus dat was wel echt een behoorlijke ding in de agenda. Ik vond het leuk om je te ontmoeten. Ik jou ook. Veel succes.